Vanuit het Innovec Café in het Vlaming Business Center in Tielt heet ik jullie van harte welkom bij de projectvoorstelling Merrepadden in Wakken. Wakken is een landelijke gemeente. De site is dicht bij het centrum van Wakken. We zitten dicht bij een groene long ook. Dus we gaan ook een landelijke steel ontwikkelen in het centrum van Wakken. Landelijk, maar ook hedendaagse woningen met dezelfde materialisatie. Dus we werken eigenlijk met twee stenen, twee gevelstenen, die zowel in de landelijke als in de hedendaagse woningen worden gebruikt. Dat is gelegen op zeer korte afstand, een paar honderd meter van het domein de Ballycouter. Dus 44 hectare waar men kan wandelen doorheen het bos en dergelijke meer. Hoe zullen de woningen er nu van binnen uitzien? Ik neem je even mee, Silja. We komen binnen traditioneel natuurlijk via de voordeur in de ruime inkomhal toch wel. Hebben we het gastentoilet met toilet en handenwasser. Dan gaan we eigenlijk door via de dubbele deur naar de leefruimte. De leefruimte is er extra aandacht besteed aan natuurlijk daglicht, zonsinval. Dus er is gekozen voor een open keuken met alle toestellen, verstaan we daaronder. Dat is frigo, vitrokeramische kookplaat, oven en vaatwasser. De bovenverdieping valt te betreden via de inkomtrug met een vaste trap naar de eerste verdieping. Daar vinden we terug de drie ruime slaapkamers, variërend tussen de 12 en de 14 vierkante meter. De badkamer biedt ook een ruimte van tussen 7 en de 8 vierkante meter met de dubbele lavabo. Inloopdouche of legbad is voorzien voor iedere wat wils. Hier is er goed over nagedacht en zijn al de ruimtes wel aangepast en extra ruim gehouden om eigenlijk alles te kunnen voorzien. Is er ook een zolder aanwezig? Bij de pastoriewoning is er een zolder aanwezig, ook met een vaste betonnen trap, dat rust nog volledig naar eigen believen valt in de kleuren. Dat kan handig zijn in deze tijden van corona? Absoluut. Voor de mensen die meer van thuis gaan werken, kan dat zeker een extra ruimte zijn. Of zoals dat vroeger was, stockage. Maar goed, het is in ieder geval een extra ruimte met vaste trap die zeker een meerwaarde kan bieden aan de woning op lange termijn. Ze zien er echt fantastisch uit. Ook binnenin, hoeveel zullen ze nu kosten? Want dat is ook niet onbelangrijk. Wel, een gesloten bebouwing vanaf 275.000 tot en met een halve bebouwing van 335.000 euro. De perceeloppervlakten variëren vanaf de 227 vierkante meter voor gesloten tot het grootste perceel, een halve bebouwing van 428 vierkante meter. We weten waar we moeten voor sparen. Absoluut. Als ik nu een huis wil kopen, wat moet ik dan doen? Heel eenvoudig, Celia. Als u een huis wilt kopen, u bent geïnteresseerd, neemt u contact met het kantoor Vlaming. Er zal altijd iemand van de collega's u ter beschikking staan en we gaan met u rustig de plannen doorlopen, het lastenboek en eventueel komen tot een finalisatie van een compromis. Zijn er daarnaast nog vragen omtrent de financiering, omtrent de fiscaliteit, omtrent het juridische luik, dan zullen de collega's van Vlaming ter beschikking staan. Kortom? Voor de koper is Vlaming een slimme keuze. Ja, Vlaming heeft alles in huis. Bedankt om te kijken en heel graag tot de volgende.